Zondagmiddag sluit Ajax het seizoen af in Arnhem. Vitesse-Ajax is een affiche dat wel vaker voorkomt op de laatste speeldag. Recent was dat nog het geval in 2021 en 2022. Maar ook in 2012 was Vitesse-Ajax de laatste wedstrijd van het seizoen. Hij zat die. Dat is wel een goede bal. Boulikin, dat is de gelijkmaker. Ja, die is dodelijk. Dimitri Boulikin. Ajax wint die wedstrijd met 3-1. De laatste twee doelpuntenmakers namen die middag ook afscheid van Ajax. Wie waren dat? Is dat antwoord A, Aissati en Van der Wiel? Is dat B, Vertonghen en Aissati? Is dat C, Vertonghen en Ooyer? Of D, Ooyer en Aissati? Zometeen het antwoord. Afgelopen seizoen vond Vitesse Ajax in februari plaats. De thuisploeg komt op een 1-0 voorsprong, maar dan toont Ajax veerkracht. Bero, Meulensteen en Van Ginkel. Het is binnen. Ajax heeft snel de zaak gerepareerd. Vitesse krijgt hem daar niet weg. Tadic. Binnengekopt. Ajax leidt met 2-1. En Alvarez wil van niemand weten dat hij bij hem in de buurt komt. Hij wil hoogstpersoonlijk eerst zelf even juichen. Ajax is 13 keer op rij ongeslagen tegen Vitesse in alle competities. 10 keer werd er gewonnen en 3 keer werd het gelijk. In de thuiswedstrijd tegen Vitesse in november boekte Ajax de grootste overwinning van het seizoen. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-0. Als Kenneth Taylor zondag minuten maakt, is hij de enige Ajax-ziet die in elke officiële wedstrijd dit seizoen minuten heeft gemaakt. Del Hato zou ook aan het lijstje kunnen worden toegevoegd, alleen hij is helaas geschorst. Voorlopig is dit de laatste keer dat Ajax in competitieverband opneemt tegen de Arnhemmers, want volgend seizoen ontbreken zij op het hoogste niveau. Brian Brobbey staat voorlopig met 18 doelpunten op plek 4 in de topscorerslijst van de Eredivisie. Boven hem staan nog De Jong, Gimenez en Pavlidis. De laatste hoofdrolspeler van het seizoen is Marko Pantelić. In zijn enige seizoen bij Ajax speelt de Serviër uit bij Vitesse een van zijn beste wedstrijden in het shirt van Ajax. Geen buitenspel, dat heft Van Dierman op. Pantelić, goede aanname, goede controle en meteen de goal. Hele fraaie treffer van Marko Pantelić. Vernon Anita, goede versnelling. Pantelić voor zijn tweede, jawel. Marko Pantelić. Buitenspel lijkt mij voor Pantelić, maar die mag door. Green kan dus geen fout maken. Pantelić, daar is zijn derde. Omdat de vlag omlaag blijft. Ajax slaat toe, 5 minuten na rust. In totaal maakte Ajax in alle competities 70 doelpunten uit tegen Vitesse. En uiteraard hebben we ook deze week weer de 3 mooiste voor jullie op een rijtje gezet. Daar is de trap weer. En hij gaat er zomaar in. Ballen worden teruggelegd, George. Iedereen wil zelf de actie maken. Daar is Lipmanen met de vrije kans. En daar is dan ook 1-0. Jari Lipmanen. Kiwu wekt de indruk in 1 keer het doel te willen gaan zoeken. En dat is bingo! Elke aflevering maak jij kans op een Ajax-shirt door een bepaalde voorspelling over de wedstrijd te doen. Zo ook tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen. Je hoeft alleen maar antwoord te geven op de volgende vraag. Hoe vaak schiet Ajax op doel? Plaats jouw voorspelling in de comments hieronder, zet je Instagram-naam erbij en wie weet win jij het Ajax-shirt. We sluiten deze laatste Better Prepared natuurlijk ook weer af met het antwoord op de quizvraag. Want welke twee Ajaxiden scoorden uit tegen Vitesse in 2012 in hun laatste wedstrijd voor Ajax? Goeie trap. Ah, natuurlijk. 2-1. Uitgerekend André Ooyer. Het is hem van harte gegund. Het wordt Vertonghen. En hij zit erin via Piet. Het staat 1-3. De laatste gang van André Ooyer in het betaald voetbal vindt plaats in Arnhem. Nadat hij scoorde, gaat hij er 8 minuten voor het einde af. André Ooyer. Zondagmiddag dus om 2:30, dan is het tijd voor de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen. Om 2:30 trappen Vitesse en Ajax af in het Gelderdome.